Eerst en vooral een zeer gelukkig nieuwjaar gewenst. Het is een nieuw jaar, daar horen natuurlijk goede voornemens bij. En ja, goede voornemens, ik ga er een kleine uitdaging aan koppelen. Je weet het of je weet het misschien niet, maar maandag 16 januari is het de meest deprimerende dag van het jaar. De feestperiode zit erop, dus we hebben onze lichtjes gehad, we hebben ons gezellig samen zijn gehad. We zijn allemaal terug aan het werken geslagen, maar het is nog steeds koud en donker en winderig. Maar in plaats van ons neerslachtig te voelen, stel ik voor dat wij ons loopschoenen aandoen en een trucje gaan lopen. Maakt niet uit of het nog koud is, of donker is, of winderig is, of misschien zelfs regent. Nee, we trekken er gewoon op uit. We gaan eventjes ons hoofd leegmaken. We gaan lopen en, en passant, zijn we aan het trainen voor de 100 kilometer run van Kom op tegen kanker. Als je ook meedoet, keigoed, deel dan zeker op sociale media uw loopfoto of loopfilmpje. Gebruik de hashtags Blue Run Day en de 100 kilometer run. Tag zeker ook Kom op tegen kanker en verspreid zo mee een klein beetje warmte op de meest deprimerende dag van het jaar. Heel veel succes en zet op.